een heksenhuis te maken. We hebben al aardig eind opgeschoten. En ja, we gaan het gewoon fijn pikken. Ik was al bezig met de binnenkant, weet ik. Ja. We waren bezig met de binnenkant. We hebben al een bank ingezet. Spinnenwebjes opgehangen. Een keukentje gemaakt. Slaapkamer en badkamer. Ik denk dat we in de slaapkamer, is nog een beetje kaal. Misschien dat we daar ook iets van een, ja, kijken, een lampje of zo, of een klein tapijtje. Misschien is dat wel wat. Even kijken hoor. Dat is een beetje allemaal. Nee, dat is niet. En dit doen. Nee, ook niet. Dat is wel heel groot. Misschien zoiets ernaast, is dat wat? Oh, nou, dat vind ik eigenlijk niet eens zo heel erg lelijk. Nee, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Oké, even een nachtlampje. Ik zou er voor een paar. Oh, er een hele grote kaars stonden. Ik dacht dat het eentje was voor op een nachtkastje. Maar dat is het niet. Goede vloerlampen. Dit zijn vloerlampen natuurlijk. Hier moet ik zijn. Kaarsen. Kan. Display. Nee. Dennenfris kaarsjes. Nou, dat vind ik wel wat eigenlijk. Dennenfris. Ja. Zelfs even. Zo. Nou, hou je op, joh. Zo. Oké. Maar wat wil ik nou meer doen? Dan heb ik het zo weer. Ik kan nog kiezen. Ik ga nog even kijken. Ik wil dat nog een beetje aankleden. Dus voor in de keuken ook. Bergje veren, ja, dat lijkt me niet. Zo'n spul is wel gaaf, hè. Je moet soms wel zo'n spul op de nachtkastje zetten. Joe, heet die Joe? Ja, ik heb Joe op de nachtkastje zetten. Zo, Joe. Wat hebben we nog meer? Aanzichtkaarten. Nee. Ook niet. Duivenvuur. Een antieke theepot. Dat is misschien wel leuk. Ja, dat vind ik wel grappig. Dat is niet lelijk te komen in de slaapkamer. Nee, dat moet niet. Dat doen we niet. Dat is wel heel raar. Even kijken of we nog meer neerzetten. Misschien wat zo weer stukjes.
waarom wilt u hem dan niet gewoon neerzetten als hij wel aanstaat? Moet hem een beetje daarachterin hebben. Dat is niet leuk. Nou, we zetten hem gewoon hier neer dan. Maakt niet uit. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Het platteland. Nee. Eigenlijk zou ze ook kikkers moeten hebben, vind ik. Ik bedoel, ze hebben toch altijd kikkerpoten nodig. Toch? Dat doen ze altijd in hun drankjes, kikkerpoten. Dus, ja, kikker. Wat hebben we nog meer wat ze kan gebruiken? Ik denk dat die leeuwenvis. Versteende krokodillenkaak. Stoofpotje van rariteiten. Grappig. Wat kunnen we nog meer zetten in de keuken? Kijk, zo'n heksenkaart. Ik snap niet. Hij is volgens mij gewoon helemaal niet aan. Hij zegt dat hij uit is. Nou, dat klopt. Nou, hij zegt dat hij aanstaat, maar dank je de koekoek, echt niet. Ik weet het niet. Ik zet deze gewoon gezellig op de grond. Ja. Oké, okay, wat hebben we nog meer? Tonnenpaal. Boeiend. Oeh, een weegschaal. Dan kan hij niet hierop. Hier kan hij wel op. Geweest. Dan zou ik misschien nog een tafeltje eronder moeten zetten of zo. Even kijken, zo'n eentje. Is het ook een leuke kleur? Nee, die. Die was het toch? Nee. Die. Ja. Zo. Even die. Kijk, zo bovenop. Nou, allemaal fantastisch. Oh, toch weer opnieuw. Toen scrollen we door de boven. Wat kunnen we nog meer? Nou, misschien is er voor de rest nog niks meer hoor. Dat kan natuurlijk ook nog. Dus zeg van nou. Meer hoeft niet. Hier had ik al die kast. Hebben we al gezien. Dan hebben we nog een plantjes. Even spieken. Nee, dat is niks. Misschien een mooie cactus of zo. Zouden ze nog cactus houden? En nog andere cactus. Wat was dit de enige cactus die we hebben? De cactus is ook lekker stekelig natuurlijk. Ik denk dat het wel goed bij de past. Ik denk dat het de enige cactus is. Ja, maar dat geeft niet. Dan hebben we één cactus. Prima. Lilypads.
kamerpot heen. Ik moest trouwens nog een, iets van een salontafel of zo. Hebben we daar nog wat leuks? Ontzettend groot, hè? Jeetje, Mina. Is ook iets kleins? Nou, misschien deze. Nou, dat zou wel kunnen. Ja, dat kan wel. We zouden hier best een plantje op kunnen zetten. Wel. Niks met een plantje op de tafel. Mag ja. Maakt ook niet uit. Ik moet ze ook wel gewoon een echte boekenkast hebben. Want ik weet niet of je daar boeken uit kan halen, uit die andere. Denk ik niet. Zo mooi hier in de hoek. Wel. Kijk, we hebben nog iets anders. Ik vind die mandjes niks. Dat is te netjes. Dit zou iets beter zijn. Oh, kijk, zo'n hele mooie oude kast. Maar. Waar gaan we die dan zetten? Die zou ik natuurlijk ook hier kunnen doen. Of gewoon zo een beetje. Zo als een afscheiding. Misschien ook wel leuk. Zo. Net of hij dat zo hoort. Of zo hiervoor. Een nepdeur. Zo. Nee, ik vind het goed hier. Ik vind dat leuk. Wat zou mevrouw nog meer nodig hebben? Nou, lampjes hadden we al. Hebben we hier nog iets uit nodig? Ik denk het niet, hè? Ik denk dat dit echt... Misschien zou ze een toverketel hebben of zo, of een potion maker. Ik weet niet of het bestaat überhaupt. Nee, dat bestaat denk ik niet. Dat is leuk bedacht, maar wat is dit? Gesneden gitaar. Nee, dat is niks. Hebben we hier nog wat? Oeh, suiker is puik. Nou, die moeten we wel hebben natuurlijk. Celdeur, oh geweldig. Dan kun je een politiehuis maken of een politiestation maken of zo. Dat is ook wel grappig. Even kijken, wat hebben we nog meer? Suikerdood, koffietrine, daar heb ik niks. Nee. Aan de muur misschien nog. Mooi schilderij of poster. Maanverlichting. Eeuwenoude familieportret. Cool. Oké, okay, we hebben ook niks meer. Zonnebak hebben we al. De gordijnen hebben we niet nodig. Zullen we de tuin kijken? Misschien dat we nog iets van een zitje hier kunnen maken of zo, waar ze zo lekker kan zitten. Gewoon een houten bankje of zo. Beetje netjes. Ja, ik kan natuurlijk gewoon een boomstam, maar dat vind ik dan weer net. Misschien zo'n bankje. Weet je, het is ook een beetje verweerd. Nog iets kleuren te
even bij past. Die misschien. Ja, dit vind ik wel wat. Hier. En dan doen we er hier ook één. Ja, dat vind ik wel leuk. Klein stukje opschuiven. Oké. Okay. Dan hebben we hier nog iets van plantjes. Nou, we hebben wel van die bakken waar ze kan, plantjes kan planten. Maar dat vind ik niet zo. Niet voor haar tenminste. Wat hebben we nog meer? Wow. Mijn god, dat is wel een hele grote tuin. Dit is ook gaaf. Maar heel veel geld zo in één keer weer. Wat oh wat. Kunnen we nog meer doen? Of moeten we ons gewoon gaan bezighouden met de tuin? Dat kunnen we natuurlijk ook doen. Gewoon verder gaan. Weet je, en als we iets nog bedenken halverwege, dan kunnen we dat op tijd nog doen. Dus wat dat betreft. Ja, we gaan gewoon verder met de tuin. Dat gaan we doen. Oké, okay, nou, zo'n huis, dat zijn natuurlijk een beetje de bossen, hè, denk ik. Dus droge den, nee, geen droge den. Dat mag niet over, ja, oh, wat is dit? De altijd groen. Ja, hierheen. Ja, hier. Wow, nou dat is wel een beetje erg. Zo. Kijk, wat hebben we nog meer? Pijnboom, ja. Die vallen als elkaar. Zo, hier een beetje. En nog. Ja, dat vind ik wel leuk. Nou, misschien. Nee, die laat ik staan. Nee, laat hem staan. Nee, ik zit er niet erachter meer. Schreeuwboom. Ja, 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 ja. Die moet er zeker bij. Nee. Dat is dit een kale den. Zullen we nog een kale den bij zetten? Zet die tussen een beetje. Dat is misschien wel grappig. Dit is echt leuk, zo eentje. Dan moet ik wat voller. Kijk, ik doe gewoon er tussendoor. Ja. Wat hebben we nog meer? Ook nog iets van kleine dennetjes of zo? Of is het alleen maar van dat grove, grote? Dat kunnen we hiervoor wel doen, zo een beetje. Oké, doen we dat hier ook? Nou, dan zie je, die weet het niet meer. Het badhuisje, dus dat gaan we niet doen. Zo, dit is prima. Even kijken, wat is dit? Buitenaardse struik. Buitenaardse wortel. Nee, ja, dat is de mama niet. Ogen er ook bij. Nog een. Appetee. Wat heb ik hier allemaal nog voor spul? Een overwoekende rozenstruik? Nee, dat ga ik niet doen. Tjutje. Dat is wel heel veel. Misschien een paar rotsen.
zo een beetje langs het pad. Zo. Even omhoog zetten. Even kijken hoe die er een beetje uitziet. Ik vind die lichtjes er niet omheen leuk. Het komt door dat Love Day. Dat hoort niet. Dat is niet grappig. Zo. Kijk, een paar plantjes er langs. Dat vind ik wel grappig. Netjes, dat is niet leuk. Grappig zo, hier een beetje. En ook hier. Ja, dit is ook wel leuk. Is het wat of niet? Is het stom? Nee, ik vind toch niks. Ik weet niet. Ik ben er niet echt heel kapot van. Een hoop cactussen, dat wel. Op zich ook wel weer grappig, maar... Ik pas het er ook weer niet echt bij. Even kijken bij de boom nog een keer. Hier nog een. Oh, dit is wel leuk zo, ja, die hele hoge. Zo. Ik heb wel een beetje het idee dat ze in een bos woont zo. Dat is de bedoeling. Ja, dit begint wel erg op te lijken. Wat kunnen we nog meer doen? Ja, het is gewoon zo'n droge dennen tussen. Misschien is het wel grappig. Kale den er nu bij. We hebben nog meer. Misschien toch nog eentje erachter of zo. Oh, ze staan helemaal in het huis. Dat is niet goed, jongens. Hoppakee. Geen bomen in het huis. Is er ook zeker in? Ja. Eigenlijk moeten we de grond een beetje bewerken dan. Want, ja, nee, dat is een beetje door, een beetje droog. De achterkant ook. Even kijken, hier nog een beetje zo. Brrp. En de bomen. Wat doen we nog meer? Te heet onder de voeten. Donkergroen bos. Dat kan al een beetje tussendoor. Van al. Een beetje donkergroen bos. Dit niet. En een paar van die paadjes erdoor maken hier zo. Niet zo breed, maar wel een beetje zo hier.
een beetje doorheen kan lopen. Oh, en ook die kant op. Dus om de put zo. Ja, dat vind ik wel grappig. Zo. Wat... al een, ja die had ik al. Spreidmurkrim op. Ja, dat is goed toch al. Zal ik nog meer doen? Is het dan gewoon te veel? Nee, dat kan op zich wel. Ik vind het dak nog niet helemaal. Kun je niet op het dak ook iets doen? Kijk hoor, ik heb op het dak allemaal voor dingetjes. Nee, dat was niet dit. Die schoorsteen. Even kijken hoor. Kunnen we er niks op zetten of zo? Nee, niet. Een haan of zo, weet ik veel. Dan gaat er niet echt bovenop, joh. Dat is niet leuk. Dat is misschien wel grappig. Achter. Ja. Hij kijkt hier over het huis heen. Cool. Ja, dat vind ik wel grappig. Nee. Doe hier nog wat mee? Oeh, stenen. Wauwzers. Sommige dingen zijn echt immens groot. Ik denk van, waarom? Ik weet niet. Zou er echt wel meer bij moeten? Geen idee. Of zo. Dat is goed, kan aan mij liggen. Zie je dat? Dat is misschien wel grappig. Even kijken. Ik heb een kam. Kan ik naar beneden? Ja, dat is wel grappig. Raand vogelbadje. Hadden we vogelbadjes? Jawel hè? Oh, we hebben geen geld meer. Nou, dat is nou jammer. Ik ga dan even verder kijken. Maar ik denk dat ik niet zo heel veel meer vind. Dus we zullen kijken wat het geworden is. We gaan even alles omhoog doen. Nou, zo is de buitenkant. Laten we gaan even, slaan we gelijk op. Zo. Nou, dan komen we hier dus aan zo. Zo hier kunnen we naar binnen. Zo, kijk hier. Dan hier kunnen we. Het is vol met spinnenwebben en van die kraken in de muur. Hier, pompoen. Kunnen we mee? Nou, even kijken. Hier wat hopen bladeren. Vlammersbak, houtjes. Nou, dan kunnen we naar binnen. Nou, dan komen we in een soort van woonkamer. Waar de planten door de vensterbank heen komen. Nou, goed, maakt niet uit. Nou, ook daar spinnenwebben. Muren die gebarsten zijn. Lekker bankje. Met snoepjes op tafel. Boekenkastje. Hier kun je lekker een mixje doen. Over wereldheerschappij nadenken. Ja, zekers. Hier de keuken met onze heksenpan. We kunnen ook het vuur dus ontsteken. Kijk hoe dat eruit ziet. Dus dan die heksenpan erop staat. Kijk,
er lag gewoon een spin door die web. Fantastisch, dat heb ik helemaal niet gezien. Oh, wauw, hier ook. Tof. Nou, een beetje ouderwetse keuken gemaakt, hè. Hier hebben we een kikker neergezet voor onze drankjes waar kikkerpootjes in moeten. Of kikkerslijm, kikkerdril. Oh ja, kijk, het is nou net of het op het vuur staat. Oh, geweldig. Oh, dat is wat minder. Van er spookjes uit. Nou, jammer. Nou, hier dan de koelkast. Hier de badkamer, ook een beetje ouderwets gemaakt. Met alles en nog wat. Bad. Slaapkamer gewoon met één bed. Niet moeilijk doen. Er zitten kookboeken, potionboeken. Die de kist ding op afwegen wat ze nodig heeft. Ja, verder. Die nog cargo is gehangen. Dus ja, dit is hem geworden, dames en heren. Ons heksenhuis. Ik vind hem best grappig. Even helemaal zo, kijk. Alleen die stomme facelichtjes even weg. Dan is hij perfect. Kunnen die gewoon weggehaald worden? Nee, dat gaat niet. Facelichten worden er niet echt bij. Ik hoop dat je het een leuk huisje vindt. Ik vind hem leuk geworden. Kijk, hier ook aan de zijkant. Zo'n nepspin. Oh. Ja, ik vind hem leuk. Ik hoop dat jullie hem ook leuk vinden. Even kijken of we nog iets anders kunnen maken. Ik zat ook nog te denken aan een soort van blokkendoos of zo. Zullen we kijken of dat lukt? Maar even naar een... allemaal opgeslagen natuurlijk. Even afsluiten. En dan gaan we kijken of we misschien iets van blokken bovenop elkaar kunnen zetten. Het is misschien ook wel grappig om daar een huis van te maken. Even kijken die. We gaan hem neerzetten. Kijk nou eens even hoe die er op de kaart uitziet. Dat is wel gaaf. Even kijken. We gaan hem maken. Van hierop maken. Zo. Maar gewoon met vierkanten werken. Ik denk dat het wel grappig is. En dat zeker dat het vierkant is natuurlijk. Het lijkt meer op een rechthoek. Een beetje van boven. Oh, dat is niet goed wat ik wil. Volgens mij is dit geen vierkant. Het is meer een rechthoek of zo. Bovenop kijken of niet? Dit. Zicht van boven. Ja, zie. Je moet even hebben. En zie, hij is niet vierkant. Dus misschien moeten we hem even een stukje uittrekken. Ja, wacht. Ik zo denk. Zo. Ja, ik denk dat hij zo wel vierkant is. Ja, zo is hij wel vierkant. Oké, dat gaan we doen. Dan wil ik er eigenlijk nog één van. Nee. Kan ik dat kopiëren eigenlijk? Ja, kijk eens, kopiëren. En dan moet ik hem eigenlijk wel even draaien. Hey joh. Nee, wacht. Even terug. Dat gaat natuurlijk niet wat ik nou wil. Want ik dacht, ik ga hem er schuin op zetten. Maar dit kun je natuurlijk niet schuin maken. Dat moet je dan weer doen met... schuin geval. Even kijken, dat is ja, dat was het ook alweer. Maar dit is recht. Ik wil schuin. Vierkant diagonaal. Kijk, dit. Ja. Ook weer van bovenaf. Kijken, om te kijken of het echt wel recht is. Nee, je moet deze hebben.
kan zijn. Nee, zo zie je recht op. Ja, ik denk wel dat die zo vierkant is. Zo. Kijk zo. Ik heb het idee dat die onderste, dat die dus groot is. Dus ik maak op één. Of het lijkt maar zo, omdat die natuurlijk een beetje zo schuin zitten. En dan pakken we die op. En die zetten we zo'n beetje erbovenop of zo. Kijk eens zo. Nu vind ik eigenlijk dat moeten ze muur op het hulletje. Dat heb je ook niet. Ja, kijk. Kijk, dat zijn echt bloemendozen voor mijn gevoel. Zullen we hier wat mee kunnen? Is dat leuk? Ik denk dat het wel grappig is. Ik ga het gewoon proberen. En dan nog op een fundering hebben. Kijk wat dat mee moet doen beneden. Ja, ik denk dat ik dat wel wil. Dan maak ik een hele. Hoe noem je dat? Zo. Even kijken. Die kant op. We maken er gewoon helemaal omheen. Dat is misschien ook wel grappig. Nog is, denk ik niet, want volgens mij is je met twee. Nou, zou ook kunnen dat hij goed is. Die. Oh, dat gaat niet helemaal zoals het moet. Nee, ook niet. Die moet ik er weer. Dan kan deze kant smaller. Nu verschuiven, dat ik hem echt zo doe. Is dat raar? Dat is meer zo. Ik weet het niet. Nee, ik doe hem toch gewoon zo een beetje. Ja, ik denk dat ik hem zo doe, dat vind ik wel leuk. Ja, nou, dan is dit de voorkant. En dan ja, we gaan de deur doen. Dat zou op zich kunnen. Zo verschillende kleuren vierkanten maken. In blauw, geel en rood of zo is dat wat. Doen we onderin rood. Geel, blauw. Dat zou kunnen. Ook wel leuk. Een wat kleinere deur, dat kan natuurlijk ook gewoon. Zoiets, maar ik, ja, aan de ene kant vind ik wel mooi dat het helemaal doorloopt. Ik heb wel een mooie rode deur van. Dat is ook wel gaaf. Zo. Even kijken wat we dan hebben aan rood. Handbeschilderd. Is dat niet erg rood? Groot, dat is waar. Geen geel daar, dat is wel een beetje jammer. Een lichtgeel, dat zou ik wel heel fel geel willen eigenlijk. Dat vind ik dan wel mooi. Even kijken of we dat kunnen vinden. Nu misschien. Oh ja, het is toch redelijk fel. Niet helemaal, of om iets te veranderen. Wat wil je nou blauw? Beter blauw. Ja, dat is mooier. Deze of die hele donkere. Dit ook wel heel mooi. Ik denk dat ik dit mooier vind. Ja.
zouden, dat beton, een andere kleur beton, of is het gewoon het enige? Kijk hoor, is dit? Speelplaats, metalen vloer. Dat is ook misschien wel grappig. Metalen vloer. Rood, gewoon hoogwaardig beton. Nee, dat vind ik niks. Ook een beetje leuk blijven natuurlijk. Dit dan. Maar ja, heb je tapijt buiten? Dat weet ik niet hoor. Tapijt heb ik dat wel gedaan. Dit is een basisplaat. Echt, hè? Ik vind hem meer op blauw. Is dat geel? Nee, dat lijkt helemaal nergens op. Celebrity tegel. Nee, dat vind ik ook niks. Ik wil meer blauw. Vloeiende lijnen. Omgekeerd vierkant linoleum. Nee. Echt niet. Ik zoek iets geels. Ook beige zijn. Is dat beton? Oh, misschien. Het zou op zich er wel bij. Dat kan wel. De bodemplaat gewoon van beton doen dan. Is dat wat? Het is wel een beetje. Ja. Een beetje. Ik weet niet of dat kan überhaupt. Een halve tegel of zo. Nee, zomaar denk ik. Oké. Nou, gaan we de onderste beginnen. Zo, we hebben natuurlijk een raam nodig. We hebben natuurlijk gekozen, ja, dus het is wat moderner, denk ik. Wat zullen we dan gaan doen? Nee, die worden er niet bij, volgens mij. Ook niet. Met de rook is of zo. Wat? Nee. Ba. Ba ba ba. Is er geen rook in? Nee. Misschien gaat dit dan niet worden, hoor. Deze, ik weet het niet. Dit dan. Nee, dat is het ook niet. Even kijken wat hebben we hier. Dit vind ik misschien ook wel gaaf, gewoon simpel, zeg maar zo. Dat je, had dat wel mooi geweest als hij helemaal tot een grond had geweest. Dat is het niet. Heb ik dat dan niet? Ja, dit is ook nog de grond. Nee, ook niet echt. Nee, ook niet. Die dan? Nee, ook niet. Deze dan zeker niet. Ja, deze zijn wel vanaf de grond. Dat zou misschien nog wel wat zijn. Even kijken hoor. Ja, dat zou kunnen. Dan zou ik eerst moeten kijken waar ik de trap naar boven doe. Want ik moet ook namelijk nog een trap naar boven hebben. En die moet dan zeg maar hier ergens toch wel komen. Misschien aan de zijkant hier. Want dan gaat hij daar naar boven. Dus even kijken, trap.
Ik denk dat ik gewoon voor een open trap ga. Ik denk dat ik dat mooi vind. Ah joh, ik wil maar intrappen. Dat is van niche. Wat doe ik nou? Draai. Oké, dit is goed. Hey. Oh, dan gaat hij wel gewoon automatisch draaien. Zoiets. Waar komt het dan uit boven? Oh, kijk. Perfect. Nou, dit is wat. Vind ik wel. Zo, dan gaan we hier weer heen. Dan gaan we naar dit. Ik vind het mooi als ik denk dat ik het zo op de hoek doe. Dat je een soort van raam, ja, zeg maar een soort van hoekraam hebt. En dan eens kijken, hier hebben we ook natuurlijk een trap nog. En misschien is het wel wat als we dat gewoon omdraaien, gelijk naast die andere trap. Naar bovenuit. Ja, kijk eens. Ja, dit vind ik wel wat. En doen we daar dan ook die raam. Nou, we gaan eerst maar even bekijken hoe we het allemaal neer gaan zetten. Ik denk dat het beter is. Dus als dit dan die moet hebben. Dit zou bijvoorbeeld een badkamer kunnen worden. Ik kan natuurlijk niet dwars door die trap heen, denk ik. Nee, dat kan niet. Misschien nog een keer de trap. Dan ook. Zo niet. Ja, dat is dan ook niet meer echt nodig. Dus dat komt weg. Nee, dat gaat er niet worden. Dit gewoon niet als badkamer. Even kijken hoor. Oh, wat lastig. Wat lastig. We zouden natuurlijk wel met halve muurtjes kunnen werken. Pak de driehoek. Zo van de geruimte. Driehoekige ruimte. Oh ja, zo kan het wel. Wordt wel erg. Zo. Is dat wat? En dat we dan een soort badkamer maken. Hier nog wel een stukje open ruimte. Even kijken wat ik daar dan mee wil doen. Dat weet ik eigenlijk nog niet. En dan boven dan.
Boven zou ik in principe best nog zo'n slaapkamer kunnen maken met een badkamer eraan. Of een mooie inloopkast. Zo, inloopkast. En dan hier. Nog een kinderslaapkamer of zo. Kinderslaapkamer. Kan eventueel hier nog een kleine badkamer komen. Dat zou kunnen. Ja, dat kan. Dat is wel goed. Dan doe ik even deze weer. Dan wil ik hier dit een beetje aan gaan blijven houden. Dat wel. Dan wil ik dat dan op alle hoeken doen. Alleen op de hoeken daar waar kamers zitten. Kijk, naar beneden. Hier zit ook een kamer. Hier ook. En dat wordt een badkamer. Dus daar wil ik hem eigenlijk niet. Ik zou ook nog zo kunnen doen. Wat is dat wat of niet? De muur omhoog. Hier geen ramen. Ik zou misschien een smal raam kunnen doen. Ik weet niet of ik dat wel heel leuk vind. Nee, ik denk niet dat ik dat heel leuk vind. Dat is natuurlijk een badkamer ook nog. Dus dan ga je toch weer met dat ze naar binnen kunnen kijken. Dat is niet de bedoeling. Nee, dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet. Zo, ik kan het altijd weghalen. Oké. Binnenkant gaan we dat ook dan ook een andere kleur geven? Of tenminste gaan we dat ook rood doen? Of zeggen we dan nee, dat gaan we gewoon lekker. Ik ga gewoon kijken. Ik ga gewoon beginnen. Even kijken. Keuken komt. Ja, hier komt wel een keuken. Ik denk hier een beetje onder die trap. Zo. Ik zit er wel een mooi aanrecht. Kijk, precies in het rood. Dat is wel heel gaaf. Even kijken zo. Oh. Komt het. Dat is eigenlijk helemaal voor. Even wijzen. Jij daar. Ben ik nou gek? Nee, dit is een hoek. Dit is niks. Ik weg. Dit is wel gaaf op zich. En dan nog zo in de midden. Ik wil wel de kijken hoor. Ach jeetje. Ja. Wat is dit dan voor hoek eigenlijk? Dat is dan buitenhoek of zo? Nee, dat is het ook niet. Maar het is gewoon zoiets, denk ik. Zo. Die kunnen we wel doen zo. En hier zo. Dus dan gaan we die eens weghalen en dan.
het hoort toch bij het kookeiland? Ja, het hoort bij het kookeiland. Dan nog de vraag, waar laat ik mijn koelkast? Gewoon zo ik over nadenken. Past hij wel helemaal tussen, zo. Geen plek voor mijn koelkast nog. Een rode koelkast. Wel hiervan. Ik zou hem gewoon ertussen kunnen duwen op een of andere manier. Dat ik hem gewoon zo onder de trap zet ofzo. Kijk wat ik hier ga. Is dat heel raar? Wel een beetje. Hè? Ik moet het gewoon zo doen. Bovenkastjes erbij, die heb ik erbij, denk ik. Ja, die hoor ik erbij. Waarbij? Oh, kijk, hé. Waar is dit? Waar is dit? Gaat dat er bovenop? Nee, toch? Ik moet hem op de grond zetten. Kan jij dan daar staan? Ja, dat kan. Oh, dat is ook wel gaaf. Ja, daar niet. En dan die. Die dus natuurlijk. Ongeveer zo. Zo, en dan die. Hier. Is dat wat? Ik denk eigenlijk dat hier nog een stukje zou moeten komen. Ik weet niet waarom ik dat denk, maar ik gok dat dat mooier is. Of misschien een hoekstuk of zo. Even kijken hoor. Zo'n. Zo. Ik denk dat dit wel gaaf is. Oké, dan moeten we nog een wasbak natuurlijk. Ik ga zwarte gaan. Waar ga ik hem zetten? Ik kan hem hier doen. Ik kan hem hier doen. Ja, is het grappig dat je dan je handen wast aan het koken houdt? Zo, ik vind daar wel mooi eigenlijk. Ik kan hier ervan vinden. Brand maken. Je moet een stoel hebben. Wat voor stoelen gaan we erbij doen? Even kijken. Deze. Kijk eens hoeveel mensen er kunnen zitten. Wat leuk. En niet een beetje te veel? Ik weet niet. Een vuilnisbak. Bak? Wat is dit? Een nanobak met bewegingssensor. Nee. Oké. Even kijken, verlichting. Wat gaan we doen? Dat is niks, hè? Dat is niks. Wat gaan we erboven doen? We zouden zoiets kunnen doen. Melkflessen. Dat is wel leuk, denk ik.
Nee, dat ga ik voor deze nu doen. Oh, je moet er nog steen van weer weg. Nee, dat kan ik niet zien. Dat deze zeker. Helemaal. We doen het helemaal naar boven. Dat vind ik wel het mooiste. Het is wel een gave keuken. Geen idee waar ze zo dat moeten zitten. Het is meer een soort van woonkeuken geworden ofzo. In plaats van... Nou ja, weet je, het maakt toch op zich ook niet heel veel uit. Kamers, gordijnen, die zijn heel klein. Hier ook. Nog kleine. Lang klassiek gordijn. Doen we net alsof we gewoon helemaal door moeten schuiven zo. Even kijken, tv. Niet onbelangrijk. Zouden die aan de muur kunnen hangen? Hier ergens. Die is wel heel groot, hè. Wow. Nee, is niet zo mooi. Hop. Dat is heel klein, die kan niet aan de muur. Het lijkt me een bioscoop dan. Ook groot. Deze misschien net te klein. Misschien tussenmaat. Kijk nou, dit is gewoon even met een beamer ofzo, noem je dat? Projectroom van binnen. Ja, maar dat zie ik toch bijna niet. Nee, dat is... Ik weet het nog niet. Ik weet ook niet eens waar ze gaan zitten. Ik heb nog geen flauw idee. Maar zo zou ze kunnen doen, zo om de hoek. Nee, dat gaan we niet doen. Nou, dat zou kunnen. Juist rood met wit. Ik vind het wel mooi. Zo modern. Daar zou je dan de televisie kunnen doen, maar weet je, dan zien ze dus weer helemaal niks. Dus dat... Ja, zo. Nee. En weer voor zoiets gaan. Ja, zo. De puppy 2 zitten, oh, wat schattig. Even lekker naar buiten kijken. Misschien is het schuim wel leuker zo. Ja, dat vind ik echt wel leuker. Oké, maar dat, ik zoek gewoon zo'n bank. Of hebben ze er ook stoelen van? dit zijn ze niet, hè? Nee. Oh, dit zijn ze misschien. Er lijkt er wel veel op. Hebben ze zoveel meer stoelen nodig? Nee, toch? Ik vind van niet. Nu zit ik te schuiven. Jij ook. Goed. Ik weet het nog niet. Ja, zo misschien. Het lijkt me niet dezelfde kleur. Of ben ik nou... Nee, het is wel dezelfde kleur. Oké, mooi mijn kleurtje. Nee, nee, nee. Ook niet.
zelfs. Dit is wel gaaf. Zo. Maar dit vind ik wel leuk. Het is alleen omdat hij zo klein is. Ik ben niet zo goed in dat vergroten. Maar dat is niet goed. En dat je zo doet dat hij bij die bank zo voor staat. Ja. Ja, dat is goed. Ja, dan heb ik die tafeltjes weer. Oh, die is ook wel leuk. Kijk nou. Past er echt perfect bij. Ik ga niet een muurrood doen, denk ik. Want ik denk dat het dan echt te veel wordt. Gaan eens even kijken wat ze hebben aan behang. Oh, ik tuk het hem weg. Even kijken. Ja, zal ik eens gewoon kijken voor de grap? Ik denk dat, ja, dit is echt too much. Sierlijk een pastel. Ja, dit is hem ook niet. De super to go. Nee. Gipsplaat. Beetje roze. Nee. Grijs? Nee, ook niet. Dit dan iets van een wit of zo. Ik ga eerst even kijken naar de vloer. Ik ga even kijken voor een vloer eerst. Gaan we voor tegels? Of gaan we voor... Gaan we voor hout? Marmer. Nee, ik ga niet voor marmer. Mooie houten vloer, wit. Is dat wat? We gaan weer voor zwart. Oeh, dit is kicken. Ja, nee, we gaan voor zwart. We gaan voor zwarte vloer. Ja, sorry. Ik heb besloten. Dat was heel snel. We gaan voor zwart. Ik zou natuurlijk ook bijvoorbeeld aan de achterzijde hier iets heel anders kunnen doen. Even kijken hoor. Of ook zwart. Oh, of erg zwart zo. Dat ik gewoon enkel een stukje doe. Dus bijvoorbeeld dit hoekje of zo. En dan de rest niet. Wat hebben ze hier allemaal? Even gladde steen? Nee, dat niet. Dat is misschien ook wel grappig erachter zo. Maar alleen dan deze muur zo. Maar de rest niet. Nee, sorry. Gaat het niet worden. En hoe wordt het met dat zwart? Is op zich wel chic, hè? En dan de rest gewoon wit. Hoeveel wit dan? Ja, dat vind ik dus niet mooi. Dan moet het wel gewoon wit gestuukt worden of zo. Pure expressie. Hopelijk buiten de kavel. Ik zet hem niet buiten de kavel. Alles gedaan hoor. Volgens mij wel. Is dat wat zo? Ik denk dat het wel mooi is. Kijk, een plantje. Ik vind wel een mooie plant in de hoek. Een beetje een grote plant. Nee, dit niet. Dat is een mooie grote pot. Nee, dat is hem ook niet. Dat is wel heel chic. Die is wat klein. Nee. Deze is ook wel mooi. Andere, een kleine. Is het niet groot? Nee, is het niet groot?
is ook al groot. Ook die. Ik denk dat dit mooi is. Ja, dit vind ik mooi. Zo. Dan wil ik eigenlijk aan de andere kant ook wel eentje. Iets meer de hoek doen. Iets meer de hoek. Zo. Hoppakee. Nee, nee, toch niet. Toch niet midden. Toch niet midden. Ja. Oké, dat vind ik mooi. Wat gaan we dan meer doen? Even kijken. Doefje buitenshuis? Nee. Oh, een boekenkast. Die kunnen we hier aan ophangen of neerzetten. Even kijken, wat hebben we? Nee, dat vind ik niks. Ook niet. Dit is misschien wel grappig, maar kan die dan niet hoger? Want die is zo laag. Ook niet. Waarom kan die niet hoger? Weet je, dat is toch onzin. Ik vind het niet leuk. Ik vind op zich die surfplank wel leuk zo. Wel laag. Gewoon deze doen. Dus nooit twee naast elkaar. Zo. Zoiets. Zo dat. Nou, is oké. Kan wel. Een lampske. Bovenin doet zo. Dus gaat hij zo'n soort licht naar beneden. Dus dat is wel leuk. Nee, ook niet. Wat is dit? Glaspanelen. Een beetje uit als een kunstwerk. Kijk eens. Is dat niet grappig? Ik vind het wel leuk. Misschien ben ik hartstikke gek hoor, dat het kan. Ik vind het grappig. En het is mijn huis. Dus ik mag niet. Oké, een beetje aankleden hier. Oh, staan blijven. Pom. Oh, we kunnen ook nog vaatwas neerzetten natuurlijk. Die hebben we nog niet eens. We staan niet nu. Waar komen die vaatwassen vandaan? Hier denk ik. Professionele bordenpoetser. Hier. We kunnen ook misschien mooi espresso machine bij zetten ofzo. Koffiezetapparaat papier. Ja, zo, koffiezetapparaat erbij. Wow, heel groot. Verder kijken. Oh, kijk naar thee sensaties. Is dat leuk om het hier neer te zetten? Dat is leuk. Dat vind ik grappig. Zo'n fruitschap in zin. Het is zo afgezaagd. Even kijken, wat hebben we nog meer? Mm-hmm.
uitschaal, maar niet echt wat ik zoek. Tot een hoekie. De tak. Oude rekje. Stolen pinautomaat. Krijg ik dat geld als ik daar met pin? Bogenkeppel. Een aardig apparaat. Nou weet je, ik laat het hier gewoon even bij. Ik ga gewoon even verder kijken wat ik ga gewoon naar boven toe. Ik ga naar de volgende verdieping. Ja, dat gaan we doen. We gaan gewoon even naar de volgende verdieping toe. Dus dan zijn we hier. En dan wordt dit een slaapkamer en dat een badkamer. Dan heb je natuurlijk deuren nodig. Ik vind dit op zich wel mooie deuren. Als je zo naar de badkamer gaat het door. Oh, ik kan ook dat ze nog naar buiten kunnen. Dat is ook wel gaaf. Dan zou ik even kijken. Dus vind ik op zich wel mooi, maar vind ik hem er mooi bij staan? Dat is wel de vraag. Nee, ik denk niet. Dat zijn de grote deur die ik nu beneden had. Ik denk dat ik dit wel het mooiste vind om naar buiten te gaan, ja. Oké, prima. Dan hebben we dat als deurtje waar we dan naar het balkon kunnen. Dan moeten we nog binnen een deur hebben om naar de badkamer te kunnen. En dan wil ik denk ik gaan. Ja, dit is ook wel gaan, is te groot. Nee, dat vind ik niet leuk. Oh, misschien zoiets. Oh, dit is wel mooi. Kijk. Als we nog een raam hebben bovenin. Kijk wat er misschien voor iets. Even kijken. Het is ook nog wel wat zo. Ik dacht, ja. Als ik dit doe, dan kunnen ze niet naar binnen kijken. Maar je hebt wel licht. Maar ja, aan de andere kant, dan zit je wel weer met het feit dat je er bijna niets neer kan zetten. Dus dat is alweer een dingetje. Weet je, ik ga eerst de badkamer plaatsen. Dat gaan we eerst doen. Dus we gaan even naar de badkamer. Zo, oké. Dus ze komen hier erin. Dan vind ik dit altijd een mooie pad. Mooi pad. Kijk, hoe gaan we ervoor? Zwart met. Maar dan gaat hij helemaal buiten staan. Dat moet ik doen. Ja, zo zou kunnen. Ik zou ook een hoekpad kunnen nemen. Dat leuk. Ik denk dat ik dat leuk vind. Dit vind ik ook altijd mooie baden op je bootjes. En hier ook wel een bad. Even kijken. Dat is op zich ook nog wel oké. Blauw. Mooi blauw is niet lelijk. Zou ik even dan nog een douche kunnen neerzetten? Maar, dat is nog wel
ik weet het nog niet met die. Ik vind het wel lastig. Kijk. Een hangtoilet. Ik ga wel voor een hangtoilet. Ik ga wel gewoon voor wit. Zwart met wit. Zwart, dat kan ook nog. Ja, gaan we plassen. Gaan we hier plassen. Gaan we hier plassen. Ik denk dat we hier gaan plassen. Zo. Even opschuiven. Wat doen we hier aan? Een kraantje. Mooi. Noemen die ook zwart? Zo. Zeg maar dat het iets breder is. Wacht even. We kunnen ook voor dit gaan natuurlijk. En dan zetten we zelf de wat meer. Voor dit. Ook heel klein. Deze is niet lang. Ik nee, dat is hem ook niet. Nee, sorry. Is hem ook niet. Wat dan? Ja, dan wordt het denk ik toch gewoon deze, want dit vind ik wel het mooiste die er is. Wel iets breed. Bovenkant niet mooi. En die dan? Nee, vind ik ook niks. Ik denk dat ik gewoon voor deze ga. Dan moet ik het wit doen. Wit met zwart. Ik vind het lastig. Nou, ik ga gewoon voor deze. Hoppakee. En dan licht. En met lamp bedoel ik. Licht, lamp. Lamp, licht. Licht met lamp. Leuk. Dat moet ook wel een beetje boven passen, hè? Ja, het is net of ze allemaal uit het lood gaan door die. Dit vind ik ook een gave spiegel. Dat kan natuurlijk ook, dat we hem gewoon zo neerzetten. Dan kunnen we wel misschien kiezen voor een. Oh ja, dat gaan we doen. Dan kunnen we dit wel doen. Hadden we deze nou of niet? Doen. En dan kunnen we misschien zelfs voor twee wasbakken gaan. Even kijken hoor. Hier één. En twee. En dan doen we hier. We kunnen of een badkuip neerzetten of een douche. Maar ik denk dat ik voor een douche ga. En gaan we dan voor een douche. Waarmee een douchebad? Is dat zo raar? Het is net dat dit is, niet dit de voorkant is, maar dat is het niet. Je zou denken dat die zo hoort, want dit is dan de zijkant. En daar komen ze er niet in. Zo, maar het is wel apart. Oké, okay. Nou, vrouw, dat doen we mee. Daar doet ze mijn toilet. Dan, even kijken. Ik ga
van het raam kijken. Ik denk dat ik al weet wat ik ga doen. Ik gebruik het meestal deze. En ik kan het gewoon een beetje boven inzetten. Dan valt het ook niet zo op. Zo, kijk eens. Zo. Dan gaan we voor tegels. Wat gaan we doen? Ik wil ook het blauw doen. Dan doe ik het blauw en dan doen we het grijs. Normaal, want ik zie het niet. Zo. Nu naar beneden. Ja, dat vind ik wel leuk. Het is weer iets anders, toch? Wat hebben we op de vloer? Ja? Ja? Boven? Nee? Nee, ik kom zo. Nee. Niet waar. Oh, oh kind. Wat moet dat zijn? Nee, dat is niet mooi. Dit vind ik op zich wel mooi. Hier boven. Ja. Ja, ik weet het. Kom er zo aan. Oh, dat is wel heel hoog, hè, als ik hem daar hang. En een beetje binnenin kijken, zo. Dat gaat natuurlijk niet. Ik zal even van boven kijken, gaat dat? Heel. Ja, dat is er bijna niet te zien. Maar goed, ik heb even kijken nog. Oké, zo kan het wel. Dit vind ik wel leuk. Ja. Wat hebben we nog meer nodig? Ja, natuurlijk een handdoekenrek. Zwarte handdoeken, zeg dat? Even terug naar gewoon een modisch. Nee, dat is het ook niet. Misschien deze. Nee, dat vind ik ook niks. Nee, die zou wel hier bijvoorbeeld kunnen. Dat vind ik allemaal mooi. En dan, ja, misschien wordt deze dan toch maar hier. Want anders is hij zo breed. Ja, kaarsen, leuk, wat leuk. Even terug. Oké. Er nog meer bij zitten. Nee, ik ga geen badkamerkasten bij doen. Een mandje met zeepjes of zo. Tandenborstels. Ja. Ja. Heb jij toevallig ergens een lijntjespapier liggen? Nee. Volgens mij. Ja, maar ik ben even bezig met die kop. Oké. Gaan we er nog een matje neerleggen? Even kijken. Een mooie ronde.
ben aan het streamen. Oh, nee, ik heb die wel. Je kan deze misschien wel meenemen. Hij is niet zo heel vol, want ik heb... hoe heet het zitten? Op TikTok? Nee, dat wil ik niet zeggen. Ja, dat zit hem even op TikTok. Die moet uit. Maar ik wil ook op nee, TikTok. Nee, ik moet mijn mobiele gegevens uit. Zeg maar ja. TikTok. Staan? TikTok weet ik niet of ik het heb. Klaar. Dat heb je de workout dus. Nou, prima. Oké. Ja. Nou, neem maar mee. Ja, ik ben vooralsnog ben ik tevreden over mijn badkamer. Dan gaan we naar de slaapkamer. Mama, kan je deze dan netjes afscheuren? Welke? Netjes? Wat dan? Ik heb een boekje gemaakt. Ik hoop dat het kan hoor. Dat is nou niet netjes. Maakt niet uit. Even kijken, dan gaan we naar de slaapkamer. Ik denk dat het bed zo over de was doen. Dus gaan we naar de bedden toe. En dan, ja, wat gaan we nemen voor bed? Nee, dat is niet misschien. Het is snoezelstekje, die vind ik op zich wel een leuke. Voor. Deze? Nee. Dat niet. Ik zou denken dat het niet is met grijs, maar je krijgt dan iets van beige of zo. Nee. Man. Ja. Kan je ook een blaadje hier van beige scheuren? Ook mooi. Welke? Even. Ja, dat ook aan het kijken. Alsjeblieft. Het is wel een heel duur huis zo. Wel. Maar ja, daar heb je wel wat. Dat is ook wel gaaf. Of ze natuurlijk ook in een geel blok zitten. We hebben hier natuurlijk ook blauw genomen. Leuk of ga ik het liever voor die? Ja. Weet je waar het zwart stift is? Nee, lieverd. Jeetje, 8000 euro's voor een pet, hé. Wauw. Dat is wel heel veel. Geen beginnershuis, dat is sowieso. Als je in Kubus woont, hè. Ik weet het niet. Ook leuk met een blauw. Ik zou toch gewoon hiervoor gaan. Ik vind het ook wel wat. Het staat wel mooi bij die muur zo. Ja, ik laat hem zo. Een nachtkastje. Deze is niet zo breed, dat is wel fijn. Ik zie wel een andere kleur. Dat hebben ze wel. Grijs of zo. Dan gaan we voor zwart. Dat heb ik ook nog. Of zwart met grijs. Zo. Ik bedenk me in één keer dat we nog niet eens een deur hier naartoe hebben. Ook lekker slim. Komen de slaapkamer niet eens in. Och, och, och. Ik wil daar geen dubbele deur eigenlijk voor. Ondanks dat ik deze wel heel mooi vind. Ja, zo'n kleintje, weet je, dit is het ook net weer niet. Weet je, dan heb je een hele mooie deur, zeg maar, naar je badkamer toe en dan kom je met zo'n klein deurtje aan in je slaapkamer. Alle verschillende deuren vind ik ook niet leuk. Dus
Zou ik dan toch voor dit gaan? Het lijkt wel iets smaller hier. Het komt misschien ook door de diagonaal. Dat dit natuurlijk smaller is dan dat. Dus dat ziet er wel beter uit. Ja, oké. Dan hebben we nodig. Wallpaper natuurlijk. Waar gaan we voor? Een beetje te breken. Of zou ik dan die hele muur moeten doen? Nee, natuurlijk niet. Want dan... Nee, dat ga ik niet doen. Ik ga het zo even kijken of ik dit leuk vind. En dan als vloer wil ik hout, denk ik, hebben. En dan... Niet mooi. Dit is wel mooi. Ja. Dit vind ik wel mooi. Dan wil ik een hekje hier buiten. En wat voor hekje gaan we daar doen? Ik denk dat er niet te veel... Misschien gewoon een glazen hek of zo. De verfijnde afscheiding. Blauw glas, vind ik dat mooi, blauw glas. Illuminatiehek. Hé, waarom ben ik nou mijn kleur kwijt? Misschien deze. Dat is wel heel hoog, hè? Nee, dat vind ik ook niet mooi. Dit vind ik op zich wel. Wat verdwijnt dan dat? Moet het verdwijnen? Ja, dit vind ik wel mooi. Oké. Dat is goed. Dan gaan wij ook loslaten. Kleedje. Van de vloer af. Zo, vloer, raam. Ik denk dat ik deze door ga trekken hier naartoe. Dat vind ik wel mooi. Even kijken of ik nog een vloer kwijt. Ja, wat groter. Dat is groter. Een bondje, is dat wat? Twee. Ik denk dat dit wel leuk is. Zo'n bondje ervoor? Nee. Nee, gewoon zo. Ja, dit is wel leuk. Zo. Dan, even kijken wat we nodig hebben.
zou hier ook gordijnen moeten komen, vind ik. Kijk, dan heb ik een lange, hè. Een lang klassiek gordijn. Die doen we gewoon in het geel. En op zich kan hij hier natuurlijk best wel dicht. Ook wel. Ja, best. Ja. Dat kan nog kunnen. Even kijken. Het, dus. Nu. Zou je bijvoorbeeld hier een beetje een soort lange spiegel op de muur kunnen doen. Een beetje naar zelf kunnen kijken. Is dat wat? Oh, zo'n hele lange, dat is ook heel gaaf. Oh ja, dit vind ik leuk. Ja, dat is hem. Dat is hem. Die moet er komen. Willen we nog een plant in? Nou, ik denk het wel eigenlijk. Misschien hier in de hoek of zo. Daar een beetje. En wat willen we dan? Even denken. Nee, geen bloemen. Dat is misschien wel leuk voor balkon. Zo. Zo onder hem. Hiervoor. Kijk, het is toch wel gezellig. Ja, ik vind het gezellig. Kijk. Dit is misschien ook wel grappig zo in de hoek. Een beetje privacy. Klein beetje, maar niet veel, maar. Het is wel leuk om het in de muur te doen. Even zoeken. Wat gaan we op de muur doen? Dat is wel heel klein. Nee, graffiti gaan we niet doen, dat is het niet. Zou kunnen. Oh, wel mooi. Dan een andere voorstelling. Zoiets. Het zou niet geel moeten, hè, denk ik. Ja, zo. Dat. Ja, op zich wel. Ik vind het wel mooi. Het mooiste zou nog zijn als je een soort van lamp te boven doet, zeg maar. Dat je hem mooi oplicht. Even kijken of dat is. Dit is toch? Ja, dit is. Wordt hij mooi opgelicht ook. Nog een lampje of zo. Thank you.
nachtlampje? Nee, toch? Het is wel een beetje karig op zich. Dus niet echt iets. Hé, hey, wacht even. Ik ben wat kwijt. Mijn trap naar boven. Zie? Mijn trap naar boven is weg. Waarom is die weg? Dan heb ik de badkamer. Dan kan ik de trap naar boven in neerzetten. Er waren gele voor. Nu staan we vast hier, zie ik. Dit is in principe prima. Dit zou weg moeten. Die door. En die hierheen. Die zo. Dan zou het goed zijn. Oké. Okay. Ik denk dat ik dit dezelfde kleur doe. Zo. Maar dan moet natuurlijk ook nog iets van een hekje omheen. En dan niet dat ze naar beneden donderen. Op zich wel leuk. Nou, zou ik niet een andere kleur moeten nemen, dat kan. Oh, dat kan dus niet meer. Oké. Okay. Maakt niet uit. Ik vind het wel mooi. Er is alleen geen licht hier in deze hal. Dus ik moet er nog wat licht neerzetten. Kijk, wat gaan we voor licht aan doen? Gewoon al hangen om te doen. Op zich. Er staat niks mis mee. Maar. Kijk, wat gaan we doen? Dat is wel mooi. En hier, in de hoek. Ja, we zouden wat op de muur kunnen hangen daar. Best wel wat ruimte. Nee, het is te klein. Het is in de lengte. Misschien wel mooi. Het is veel te groot. Ja, dit kan het wel eens worden. Oké, voor zo. Is dat wat? Ik weet het niet. Ik ben er nog niet zo fan van nog. Eigenlijk. Ik vind het niet lelijk. Absoluut niet. Is deze niet mooier? Is sowieso kleiner. Nou, nee, ik vind het eigenlijk wel wat. Ja, nee, ik laat het staan. Misschien in de hoek nog een leuke plant of zo. Even kijken, ik hou van planten. Oh, die is wel heel klein. Een zootje, dat vind ik wel leuk. Mooi dit potje, zo hier. Misschien zit er nog wel eentje naast zo. Dat is wel echt zo'n kleintje. Dat we een beetje een mengelmosje hebben van plantjes zo. Nee, nog. En dan nog iets kleiner of zo. Nee, dit is dezelfde. Even kijken. Nog een beetje meer.
vind ik grappig. Oké, gaan we naar de volgende verdieping. En dan komen we uit de laatste verdieping. Dan wil ik hier eigenlijk ook deuren naar buiten. Zal ik dezelfde nemen? Ja, ik denk dat ik dat ga doen. De deur van Koopman. Die zet ik hier neer. Dan kun je zo vanaf daar naar buiten. Dan nemen we dezelfde. Hallo. Oké, prima. Ik laat het vloertje weer weg. Wat minder. Ik weet niet meer wat ik daar liggen. Ik vind het niet meer. Nee, weet je, dat verzinnen we alweer. Ik had iets geelsachtig, weet ik nog. Wel, het is wel een beetje gelig. Ja. Dat gaan we doen. Ja. Even denken. Dan hebben we slaapkamerdeuren nodig. Ik vind deze wel leuk voor boven. Een doekje in het. Zwart met wit. Wit met zwart. Zo. Ik zou twee kinderslaapkamers kunnen doen. Alle twee met een eigen badkamertje. Dat zou nog kunnen. Je maakt ook nooit ruzie. Dat is ook wel handig. Oh, die dingen zijn helemaal vergeten. Ik heb meer van dat soort fritselmutsels. Leuk. Oké, nou we gaan het mee bezig. Pakken. Weet je, man? Nou. Wij hebben eigenlijk een best stille rooster. Is dat zo? Ja, we hebben 3 dagen achter elkaar. Ja. Hebben we pro-wiskunde 2 uur. Mm-hmm. En dan 1 uur. Nee, 2 uur hebben we dan CITO. Oké. Okay. Blijf kap. Dat ook. Je hebt unlimited gold. Wat? Je hebt unlimited gold. Nee, geen gold. Is dat een gold? Money! Simonius. Simonius? Ja, dat. Oei, oei. Maken. En dan moet ik hier ook nog kijken. Zal ik dat doen met gewoon een boog? Is dat leuk? Een kleinere boog kunnen nemen, gewoon van 4 kanten. Is dat er raar? Nee, ik denk niet dat dat raar is. Dat is een eigen badkamer, toch? Ik bedoel, er hoeft niemand anders naar binnen daar. Ja, dat vind ik ook wel wat. Dan gaan we naar de slaapkamers. Dat is kinderslaapkamers. Dan gaan we echt voor het kneuterige kitje gaan. Of gaan we gewoon voor een iets volwassener kind? Voor de kinderkinders. Tienerdroom, 1-persoonsbed. Niet echt wat keuzes, hè, vind ik. Dat vind ik dan weer jammer. Ik zou op zich ook gewoon bij de gewone normale bedden kunnen kijken. Oké.
vind ik op zich wel gaaf. En dan moet ik van een meisje, niet van een jongen of zo. Wat zou ik? Zoiets. Zoiets. Maar waar gaan we slapen? Welke kant? Oh, wat lastig. Moet ik een muur aan of zo maar? Dat is ook gewoon een tweepersoonsbed geven. Dus als het dan wat oudere puber is, misschien doe ik dat wel. Ja, het is gewoon voor de tweepersoons gaan, dat vind ik wel leuk. Dan komt er een muur aan. Zo. En dan. Bureau, natuurlijk. Even kijken, waar staan we hier? Het past wel mooi bij de bed. Zo, hier. Een bureaustoel erbij. Even kijken eens. Een computer natuurlijk. Alles in één krachtige computer. Hoppa. Als je het huis kan betalen, dan kun je ook wel een computer betalen. Dan een leuk tapijtje zoeken. Ja, die vind ik wel leuk. Gordijnen? Wat we doen? En hier. En eentje daar. Dan hebben we. Even kijken. We hebben sowieso nog licht nodig. Dat gaan we ook voor kijken. Zou je er gewoon een lamp kunnen hangen? Nou, we kunnen ook een staande lamp geven. Dat is ook leuk, zo'n room divider, zo achter het bed of zo. Maar dan in een andere kleur. Zo, grappig of niet? Is dat niet grappig? Ik weet het nog niet. Daar ga ik ook naar. Deze lamp. Dat is misschien wel grappig. Ja, die vind ik leuk. Nee. Deze is een nieuwe verlichting. Je hebt toch ook van, die dingen bij die koters dat ze dus lampjes hebben met lichtjes. Tenminste, lampjes, lichtjes, ketting, snoer en dan met. Aan, wat was het ook alweer? Ik weet het niet meer. Het foto's of zo. Stel je het niet? Maar dat is het, niet meer. Kijk er gewoon overheen. Dat kan natuurlijk ook nog, hè? Ja, hier, kijk. Dit.
gewoon een beton. En hier nog wat? Veedagboek. Dat is wel leuk. Dat is wel lager. Nou, dat is wel hoog. Oké. Nu weer naar beneden. Iets van wandplankjes of zo. Die moeten er toch ook nog zijn. Even dingen slopen. Oh, gewoon een F-doos. Nee. Oh. Amperkranten. Oh, dat is natuurlijk gewoon niet Nederlands. Ik zou zo naar plank moeten kijken of zo. Plank. Zit ik over mijn deur heen. Dat is ook niet echt, hè? Wat heb ik hier nog dan? Mega boekenstapel. Het zijn er twee. Ach ja, dat zal ik zeggen. Foto's hier aan de muur, ook al leuk. En nog wat vlinders. Ja, we willen nog wat vlinders. Dat is ook grappig. Oké. Okay. Dat is wel grappig. Badkamer. Die gewoon lekker simpel houden. Het is gewoon een toilet. Kijk, ik heb wel gewoon een hangend toilet ook met zoals die. Andere beneden. Zo, dus even kijken. En het toilet. En dan doen we, denk ik, hier een bad. Even kijken hier. Ja, gewoon een dik bad. Gewoon voor een normaal bad gaan. Oh, ik weet het niet. Wat ga ik doen? Nee, ik heb ook niks. Deze dan? Dit? Dat is wel mooi. Een badkuip. En dan een kastje. Ja, met een. Dat horen we bij mijn tiener, toch zoiets? Die is open gaat, maar die is weer heel klein. Ik was dat weer met dat licht omheen. Ja, die heb ik ook weer in die andere kast. Nou, ik houd hier wel bij. Dit is oké. Okay. Dit is oké. Okay. Dan moeten we even kijken. Een handdoekje. Zo, handdoekrek. Nee, we gaan ze geen wasmand geven. Dat doen we niet aan. Een lekkere badhanddoek. Altijd fijn. Zullen we hieronder zitten? Zo, dat is ook wel leuk, toch? Ja, ik vind het wel leuk. Even kijken. Wat doen we? Zou doen. Zou kunnen, maar nee. Nee, ik ga het niet doen. Even kijken. Wat? Nou, ik ga niet passen.
zeepjes. En hier ook nog een kleedje. Oh, dat is wel heel groot. Ik dacht dat het klein was. Ja, dat is wel oké. Dan gaan we even de vloer uitkiezen. In de badkamer. Vraag, wat wil ik daar? Wat heb ik hier? Oh, dit? Is dat wat? Nou, misschien wel. Tegels. Ja, maar dan... Nou ja, op zich, voor de kinderbadkamer is dat best wel leuk, of niet? Dat vind ik gek. Ik vind het eigenlijk wel leuk voor een kinderbadkamer. Dus is toch jong? Ja, ik ga het gewoon doen zo. Even kijken. En dan hebben we natuurlijk nog behang nodig op de sterven. Verder voor de slaapkamer. Nou, misschien een beetje lichtblauw. Dat vind ik ook wel leuk. Ja. En de vloer. Zullen we tapijt doen? Nee, absoluut niet. Veel te druk. Zou er gewoon een licht tapijt kunnen gaan? Ja, dat kan wel. Ja, dit vind ik oké. Ik merk dat ik nog geen licht in de badkamer heb. Is dat wat? Ja, dat vind ik wel wat. Is dat maar sport of zo? Medische vrouw, daar zijn drie lekkere jongens op. Misschien dat ze dat wel leuk vindt. Tenminste, lekker. Misschien dat zij ze lekker vindt. En wat heb jij nog meer nodig in je kamer? Ik weet het allemaal niet meer. Zo'n klein kastje of zo. Dan kan je omkleden voor het raam. Gelikte garderobe platform. Een kastje erachter kunnen zetten, inderdaad. Dat is misschien wel een idee. Kijk, welke kleur hebben deze? Ja, dan hangt hij maar een beetje in de gordijn, dus dat is dan maar zo. Daar kunnen we niks aan doen. Wat doen we nog meer? Oh ja, hier doen we nog wat dingetjes. Het feestpakket. Zou het een jankert zijn dat we wat tissues moeten neerzetten?
van make-up. Lichaamsverzorgingsproducten. Armoneuze zalfjes en oliën. Die past allemaal maar bij. Oké, nou dan niet. Ik vind hem eigenlijk wel klaar, deze kamer. Oh, ik ga zitten. Ja, ik vind deze kamer klaar. Gaan we naar de volgende slaapkamer niet. Ik denk dat dat wel gewoon een kinderkamer wordt. Gewoon voor een jonger kind. Misschien wel een peuter of zo. Ja, ik ga daar een peuterslaapkamer van maken. En wat voor kleur bed. Ja, dat vind ik wel leuk. Nou, ik kan mijn gordijn natuurlijk niet hangen, dus ik ga hem hier zetten. Tafeltje erbij, gordijntjes, kort, nog korter. Hetzelfde gordijn dus ik bij die andere heb gedaan. Dat waren die. En dan doe ik ze een beetje in het wit. Een beetje een witte kamer. Oké. Wat heb zo'n kind nog meer in dit kamertje? Oh, een leuke poef. Om op te zitten. Doe ik die hier in de hoek. Dat is leuk. Dan heb ze wel een monsterpotty dingers nodig. En dat is wel waar. En ik kan hier. Ik kan hier misschien een kastje doen of zo. Met wat leesvoer erin. Zoiets. Is dat wat? Of is dat een beetje te? Wit of zo, tenminste te volwassen voor zo'n kindje. Ik weet het niet zo meer. Een beetje, we hebben een speelgoed of zo. Natuurlijk moeten we speelgoed. Even kijken. Wat is een speelgoed eigenlijk? Dit is speelgoed toch? Ja. Ik kom door, hè? Achter de bed. Zo. Oké. Dan heb je hier nog bed. Vloersterren, oh schattig. Het kind nog geven. Kindertroep. Ja, dat is wel heel erg, hè? Dat gaan we niet doen. Wel een beetje netjes. Kijk, dan zet ik misschien nog wel een rugzak in de kamer. Ja, dat vind ik wel leuk. Die meenemen naar school. Eww, de toilet.
Dat hadden we al, bureautjes hebben we. Dat hadden we ook al gezien. Dat is dit. Maar dat kunnen ze allemaal opvangen. Stapel sportspullen. Al die schoentjes. Heeft er van boven jij. Koala bier is een koala bier. Hij is wel heel leuk. Zo. Even kijken wat we er meer doen. Wat is dit? Oh jee, zo'n meer spul voor de koters. Eigenlijk zou die in de tuin moeten. Weet je wat ik bedoel? Die zijn ook kubussen. Oké. Dat wordt hem allemaal niet. Ik denk dat ik gewoon even kijken of speelgoed of zo. Oh, niet zo snel, joh. Even kijken, wat kan dat kind nog meer? Een potty. Een autootje. Alsjeblieft. Wat dit moet misschien hebben. Iets leuks. Misschien een kinderlampje. Kijk hoor, dat is toch zo'n kinderlampje, zo'n nachtlampje. Wat is dat ding? Nachtlampje, dat staat bij die... Oh, ze hebben sowieso helemaal geen licht. Ik hang een wolk in de kamer. In haar, of in zijn kamer. Ik weet niet wie die allemaal wonen, maar... Klein lampje, tafellampje, klein nachtuillampje. Opschrijven. En daar. Hoppakee. Nou, een potje. Daar stond ik niet echt nodig, want ik toch niks meer doen. Ja, we gaan kijken voor een vloer. Denk ik ook voor tapijt ga hier iets donkerder. Ja, iets donkerder. En dan wil ik voor behang. Ja, aan je goede vragen. Nee, dat is echt. Helpen op het strand mee. Misschien wel grappig als het een beetje licht is. Oh ja, dat vind ik wel leuk. Oké, dan gaan we naar de badkamer. Ik denk dat we die hetzelfde doen als die andere kant. Het gaat alleen maar ruzie, weet je. Dat moet je gewoon niet willen.
alleen toen we dan ook in het bad of niet? Ik heb het dichterbij, want ik zie geen drul. Toilet. Vraag is, gaat het allemaal passen natuurlijk. Zou misschien iets meer hier naartoe kunnen doen. Ik ben nu naast het bad. Geen idee. Niet of het werkt. Misschien het wel. Oké, lampjes. Correct, natuurlijk. Hier ook. Ik denk dat ik dat zo laat. Dan heb ik nog een vloer nodig voor de gang. Zal ik dat gewoon hetzelfde doen als beneden? Beneden. Dat vond ik toch wel een hele mooie. Zo. Ja. En dan even een kleurtje voor de muur. Ik denk dat ik dat gewoon lekker licht doe. Hier buiten nog wel wat leuks neerzetten. Dat is gewoon lekker buiten kunnen zitten. Hier, en dan kijken wat gaan we neerzetten. Misschien zoiets. Met een paar stoeltjes ernaast. Er zijn stoeltjes hier. Ja. Dan heeft ze dus bij moeten. Ja, weet je, dan kunnen ze met z'n vier zitten. Dat is toch leuk. Misschien komen we er nog maar bij. Zo, dat is misschien beter. Ja. Misschien is het wel groot of zo. Misschien een beetje kunnen zitten. Even een armstoel. Dit is raar. Nee, dat gaat niet worden. Dit kan wel. Ja, prima. Nee, dat is toch net niet allemaal. Misschien kan niks aan die muur doen. Alleen maar dan afleidt ervan. Nee, ik ga dat niet doen. Nee. Dat,
misschien hier nog iets mee. Ja, geen tuinspulletjes erop zitten, dat is een beetje raar. Dus alleen maar naar beneden flikkeren. Misschien hier nog iets. Tuinkabouter of zo. Nou, niks op plantjes, denk ik. Ja, plantjes moeten er komen. Dat wil ik wel. Even kijken. Nee, dit niet. Dat niet. Dat is misschien wel grappig zo hier. Dit is een naast. Beetje groen. En dan is hier, nee, dan komen ze er niet door, dat is handig. Hier, naast de deur. Zo, hier ook nog eentje. Zo, naast de deur. Ik denk dat ik het zo moet laten. Dat ik ben bang dat het anders gewoon veel te druk gaat worden. Ik weet niet of dat mooi is. Nee, ik denk niet dat het leuk is als ik nog meer ga doen. Nee. Ik zou wel bijvoorbeeld hier op die plekjes nog wat kunnen zetten. Ik weet nog niet precies wat. Dit in ieder geval. Een pot of zo met een plant. Raar? Misschien wel. Die hangt natuurlijk bij die andere kant. Ik denk dat het raar is als ik dat doe. Nee, dat ga ik niet doen. Ik zou wel misschien iets van een barbecue kunnen neerzetten boven. Ik heb natuurlijk ook beneden nog. Ja, we hebben ook beneden nog. We hebben nog dat platformpje. We gaan nog hier naartoe. Een trapje erbij zoeken. Is er niet nodig zo hierbij? Het kan natuurlijk zijn dat het niet hoeft, dat het gewoon... Kan wel, maar het was niet degene die ik uitgekozen had. Die heb ik uitgekozen. Ja, nog weg. Ja, nog breder. Ja. Wat gaan we doen met die tuin, jeetje? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Wat gaan we met die tuin doen? Nou, ik heb wat plantjes neerzetten. Ik heb het zo gaaf, een boom. Ik weet niet of het erbij staat. Ik weet niet. Ik vind het ook wel een mooie boom.
tuinman. Of een berg of zo. Ik doe op een kluisje. Een berg, ja, een berg. Wat zou ik mee kunnen doen? Zielig bamboe? Nee. Wat is er nog een? Mijn doorn. Ik weet het niet. Lastig. Ik weet niet zo goed een tuin aanleggen. Dat skip ik ook meestal. Gewoon omdat ik het gewoon niet zo leuk vind om te doen. Oké. Een paadje aanleggen of zo. Paadje. En wat plantjes. Ik heb nog niet eens een brievenbus, denk ik. Nou. En geen. Rubberbak. En nu plaats een stukje op die kant op. Hoe kan het dat jij wel past en jij niet? Dat betekent dat je niet in het midden staat. Nee, dat klopt ook. Dat was ook zo. Grappig zo. Domein. Oh, ik vind het zo lastig. Wat doe ik mezelf toe gaan? Oh, ik heb weer stom gedaan. Pak die bloemen erbij. Steeds leentjes van dalen. Waar haal ik ook weer die brievenbus vandaan? Is dat niet in de tuin? Oh, hier. Oh, kattenbrievenbus, wat leuk. Nou, ik neem gewoon een normale brievenbus. Zo. We hebben nog een voerbak nodig. Ik zet gewoon hier neer.
Je vroeger kon je nog vijvers graven. Dat was heel gaaf. Maar dat is ook al niet meer. Misschien dat gewoon een beetje hier in de hoek doen of zo. Hoppakee. En een paar van die dingetjes erbij. Even wat het zijn. Hoppakee. Dit nog doen. Ik heb wel beton gedaan. Nee, ik laat het toch zo. We kunnen wel op de onderkant ook kunnen doen. Zo. Oké. Ik denk dat ik hem zo moet laten. Ik denk dat ik gewoon ook niks meer aan moet doen. Want dan ben ik bang dat ik hem ga verpesten. Zullen we even kijken hoe die eruit ziet. Is dat nou mijn zin? Of zal ik die gewoon... Ik kan hem even golf laten maken of zo. Nee, dat ga ik niet doen. Oh, ik vind dat er beneden nog een lampje moet. Daar bij de deur. Dat vind ik eigenlijk ook wel gaaf. Dat er een beetje voor. Het is zo. Geen flauw idee wat het is. Wat was het, hè? Met het gras. Eigenlijk moet het een beetje aan de vijver natuurlijk staan, maar ik heb geen vijver, dus dat. Dan moet ik niet doen, of was dat het? Lampje voor buiten. Wat is dit eigenlijk? Tegenop laten groeien. Ja. Ik denk dat ik dat heel mooi vind. In dit geval. Een lijf ook. Ja, wat leuk. Je hoort er wel een beetje bij, vind ik. Dit is misschien wel grappig zo. Ja, omdat het zo modern is, is het misschien meer zon als ik dat ga doen. Nee, ik ga dat niet doen. Nee. Ik zal een lampje gaan zoeken voor aan de deur daar. Iets dergelijks. Daarnaast kan nog wel een lampje. Oh, blijf toch van mijn raam af. Even kijken. We kunnen zo'nzelfde lampje doen. Dan kan ik een ander lampje zoeken. Even kijken. Ik denk dat ik gewoon voor hetzelfde lampje ga. Dat vind ik toch wel het leukst. Ja, gewoon hetzelfde lampje. En dan denk ik dat ik er ben. Anti-ballonnen. Ik zou niks meer weten wat ik erbij zou moeten doen nog. Dit is me geworden, mijn kuberswoningen. Ik vind hem wel leuk geworden. Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. We kunnen nog even naar binnen gaan. Nou, dit is de benedenverdieping, oftewel keuken, annex, woonkamer. De woonkamer is niet zo heel groot, maar dat komt omdat ik best wel een grote keuken heb gemaakt. En natuurlijk, daar kan nog wat aangekleed worden. Maar ik dacht, ja, hoe meer ik erin ga zetten, hoe ja. Ik denk hoe drukker het wordt. En daar had ik niet zo'n zin in, eigenlijk. Ik denk dan is het hele idee. Ja. Ik vond dit wel mooi. Natuurlijk, ik had er een kapstok neer kunnen zetten of whatever. Een televisie hebben ze ook niet. Ik wil een boekenkast. Maar ik denk, ik houd het gewoon een beetje strak. Op de tweede verdieping komen we dan bij de oude slaapkamer. Met een ensuite bathroom.
badkamer hier. Ze hebben geen bad, maar wel een mooie douche. Dubbele bad voor de waskamer, de badtafel, hoe noem je dat? Ja. De deuren. Alleen, ik vind die bed leeg. Ja, dan moet je niet meer mooier. Wat? Nou, hier de gang natuurlijk. Klein balkonnetje buiten. En als we dan naar boven gaan, dan hebben we daar de kinderslaapkamers. Alle twee ook een badkamertje, eigen badkamertje. Het is voor wat ouder kind, misschien een tiener of zo. En hier heb ik echt voor een peuter gemaakt. En buiten nog een lekker zitje. Hier. En dan buiten even chillen. Even een beetje aangekleed buiten met dat bankjes. Van boven kun je echt zien dat de kubus dus niet echt op elkaar zou echt opgestapeld. Dus ja, ik had het hier leuk vonden. Ik vond het hier wel leuk om te bouwen. Ik ga hem even opslaan in ieder geval. Dat is niet kwijt eigenlijk, dat ik het echt niet meer kan doen. En dan ga ik namelijk weer op de